Ja, in mijn zak. En dan moet ik...
Goedenavond, gemeente. Namens de kerkenraad allen hartelijk welkom in deze eredienst. Vanuit de Grote Kerk een groet aan allen die thuis of elders met ons verbonden zijn door middel van kerkradio of internet. Ook gasten in ons midden heten we van harte welkom. Dominee Van Dijk uit Ridderkerk zal vanavond het woord van God bedienen. Vanavond zijn enkele gasten van Novo Rebento vanuit Malawi in ons midden. We extend a warm welcome to you and we hope you have a good service. Na de collecte zullen er wederzijds groeten worden uitgewisseld. Als voorzang zingen we Psalm 120, vers 1 en 3. De kerkenraad wenst u en jullie allen een gezegende dienst. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere
die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw is van geslacht tot geslacht en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begonnen is. Genade, vrede, barmhartigheid, troost worden u geschonken van God onze Vader, van de Heer Jezus Christus onze Heere en van de Heilige Geest onze Trooster. Amen. We willen samen zingen, gemeente, uit Psalm 27. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Mijn God, waar was mijn hoop en mijn moed gebleven? Psalm 27, vers 7. Gemeente, wij willen u ons geloof belijden. Dat doen wij hier met elkaar, met degenen die thuis met ons verbonden zijn. En tegelijk ook in verbondenheid met de kerk van de Heer Jezus van alle tijden en plaatsen. Als we ons geloof hebben beleden, dan willen wij daarna zingen Psalm 48, vers 6. Want deze God, de God die wij belijden, dat is nou onze God. Psalm 48, het zesde vers. Het geloof dat wij belijden, dat is dit: ik geloof in God, dat is de Vader, de Almachtige en ook de Schepper van hemel en van aarde. En ik geloof in Jezus Christus, dat is zijn enige geboren Zoon, maar ook onze Heere. Hij is, toen hij naar de aarde gekomen is, ontvangen van de Heilige Geest en ook geboren uit de maagd Maria. Hij heeft hier geleden onder Pontius Pilatus. Toen is hij gekruisigd, gestorven, begraven en zelfs neergedaald tot in de hel, van zijn Vader verlaten. Maar op de derde dag is de Heer Jezus ook weer opgestaan uit de doden. Daarna is hij opgevaren naar de hemel. En daar zit hij nu, ook vandaag, 15 mei.
aan de rechterhand van God, de hemelse Vader. Daar vandaan zal hij dan ook komen om te oordelen de levenden en de doden. Want wij verwachten hem weer terug. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in de heilige algemene kerk van Christus. Dat is de gemeenschap van de heiligen. Ook vergeving van zonden. En de opstanding van het lichaam. En een eeuwig leven. Amen. Gemeente, laten wij bidden om de Heilige Geest voor de opening van het woord van de Heer en ook van onze harten. Laten we samen bidden. Almachtige, genadige en heerlijke God, Vader in onze Heer Jezus Christus. U die te prijzen bent tot in eeuwigheid. Wie u bent, Heere, zo groot, zo heilig, heerlijk, volzalig, rechtvaardig. Genadig, barmhartig. Heren, daar kunnen wij niet bij, zo groot als u bent. U bent God. Wij zijn mensen, mensen door u geschapen. En een plekje gekregen op deze aarde. Om u te loven en te prijzen, om er voor u te zijn. Om u te dienen en om dienstbaar te zijn aan onze naasten. En heren, we belijden het, dat zit er van huis uit bij ons niet meer in. We gaan voor ons ego. En dat is het doel van ons leven geworden. Sinds de breuk met u. Maar u wil het weer veranderen. U wil ons een nieuwe identiteit geven. U wil ons leren om het ego van onszelf te kruisigen. En dat u, Heer Jezus, in ons leven zichtbaar zal worden. In onze woorden, onze daden, onze levenshouding. En daarom bidden wij onder leiding van de Heilige Geest dat wij vanavond hier samen zijn rond het woord van u. We danken u ervoor, Heere, dat we die gelegenheid ontvangen. Want waar hebben we het aan verdiend? En toch krijgen we het weer. Laten we het beseffen wat een wonder dat is. Dat elke keer nog weer het evangelie verkondigd mag worden. Dat we er niet van buiten gesloten worden, maar dat we het nog hebben met elkaar, ook als gemeente. We bidden ook in het bijzonder voor kinderen van u in vervolging en verdrukking die dat niet meer hebben. Of die op de vlucht zijn. Heere, zoek ze ook op. Maar zoek ook ons op. Ook hier. Want we hebben allemaal hetzelfde nodig. Namelijk dat u ons opzoekt. Het is fijn dat we hier zijn of met elkaar verbonden zijn thuis. Maar wat zouden we beginnen als u hier niet kwam, Heer, en niet aanwezig was? En daar bidden wij om, want dat is geen automatisme, maar het is wel een belofte. En op die belofte pleiten wij ook vanavond. Laat uw stem horen, Heer. Ook vanavond, aan de jongens en meisjes, aan de tieners, aan de dertigers en de vijftigers en de tachtigers en welke leeftijd we ook hebben. Laat uw stem horen, Heer. Ook als we van alles in onze rugzak hebben. En dat kunnen we niet thuis laten. Dat gaat altijd met ons mee. Rouw, verdriet, pijn.
onbegrepen dingen die we beleven soms. Maar ook, Heere, de zegeningen die we kunnen tellen. En daarom bidden wij, wilt u ons uw boodschap laten horen, ook vanavond. Door de kracht van de Heilige Geest, open ons hart door die boodschap. Maar ook voor de boodschap. Want dat hebben we allebei nodig. De kracht van uw woord, Heere, breekt onze harten open. Voor het eerst en opnieuw. En steeds meer ook. Maar ook voor uw woord. Want dat is onze levensbron. En daar krijg je dorst naar. Wilt u degene die dorsten naar uw woord ook vanavond te drinken geven? Van dat hemelse levende water in de Heer Jezus Christus. En als we dorst hebben, overal naartoe, maar niet naar uw woord, Heere, wilt u die dorst dan in ons hart geven door uw genade? Wilt u die dorst wekken? Want dat komt niet uit ons op, maar dat doet u. En als wij die dorst hebben, Heere, toch verlangen naar dat eerste drinken van het levende water, wilt u dat dan ook vanavond nog weer geven? Door uw genade. Zo wacht alles op u. Maar dan zijn we ook op de goede plek en op het goede adres. Want u bent mild en overvloedig en u deelt het uit. Heere, beschaam ons niet in ons vragen en ons roepen naar u. In ons dank en aanbidding voor u. Integendeel. Heere, wil vanavond zo bij ons zijn. En zegen ons hier met elkaar en ook thuis. En iedereen die hier vanavond mag zijn. Ook de broeders en zusters uit Malawi. En geef ons zo een diepe verbondenheid in het woord van u, Heere. Dat bidden wij u uit genade, in vergeving van onze zonden en om Jezus wil. Amen. Wij gaan samen lezen, gemeente, uit het boek Job, het eerste hoofdstuk. Het boek Job, het eerste hoofdstuk. Daarna lees ik ook een paar versen uit Jacobus 5. Jacobus 5, vers 7 tot en met 12. Job 1, dat hoofdstuk lezen wij helemaal. En van Jacobus 5 uit het Nieuwe Testament lezen wij vers 7 tot en met 11. Vers 7 tot en met 11. Ik zal het u voorlezen, het boek Job. Het is heel bekend, maar het is ook heel aangrijpend. Er was een man in het land Uz, zijn naam was Job. Die man was vroom en oprecht, hij was godvrezend en keerde zich af van het kwaad. Er werden 7 zonen en 3 dochters bij hem geboren. Aan vee bezat hij 7000 schapen, 3000 kamelen, 500 jukrunderen en 500 ezelinnen. Verder had hij een zeer groot aantal slaven, zodat deze man aanzienlijker was dan alle mensen van het oosten. Zijn zonen waren gewoon om een maaltijd aan te richten, ieder op zijn beurt in eigen huis. Ze stuurden dan boden en nodigden hun 3 zusters uit om met hen te eten en te drinken. En het gebeurde dan, als de dagen van de maaltijden voorbij waren, dat Job hen bij zich riep en hen heiligde. Hij stond 's morgens vroeg op en bracht brandoffers voor ieder van hen 1, want Job zei, misschien hebben mijn kinderen gezondigd en God in hun hart vaarwel gezegd. Zo deed Job alle dagen. Gebeurde op een dag dat de zonen van God kwamen om een opwachting te maken bij de Heere, dat ook de Satan in hun midden kwam. En toen zei de Heere tegen Satan, waar komt u vandaan? Satan antwoordde de Heere en zei, van het rondtrekken over de aarde en van het rondwandelen erover. De Heere zei tegen Satan, hebt u ook acht geslagen op mijn dienaar Job? Want er is niemand op de aarde zoals hij, een vroom en oprecht man. Hij is godvrezend en hij keert zich af van het kwaad. Toen antwoordde de Satan de Heere en zei, is dat zonder reden dat Job God vreest? Hebt u niet voor hem en voor zijn huis en alles wat hij heeft een beschutting gemaakt? Het werk van zijn handen hebt u gezegend en zijn vee breidt zich steeds verder uit in het land. Maar steek toch uw hand uit en tref alles wat hij heeft. Voorwaar, hij zal u in uw aangezicht vaarwel zeggen. De Heere zei tegen de Satan, zie, alles wat hij heeft is in uw hand. Alleen naar hemzelf mag u uw hand niet uitsteken. En de Satan ging weg van het aangezicht van de Heere.
Er was nu een dag toen zijn zonen en zijn dochters aten en wijn dronken in het huis van hun broer, de eerstgeborene, dat er een bode bij Job kwam. Hij zei, de runderen waren aan het ploegen en de ezelinnen naast hen aan het weiden. Toen deden Sabeërs een inval en namen ze mee en ze sloegen de knechten met de scherpte van het zwaard. En ik ben maar als enige ontkomen om het u te vertellen. Terwijl deze nog sprak, kwam er een ander. Hij zei, het vuur van God viel neer uit de hemel en ontbrandde tegen de schapen en de knechten, verteerde ze. En ik ben maar als enige ontkomen om het u te vertellen. Terwijl deze nog sprak, kwam er weer een ander. Hij zei, de Galdeërs stelden 3 groepen op en pleegden een overval op de kamelen en namen ze mee. En ze sloegen de knechten met de scherpte van het zwaard. En ik ben maar als enige ontkomen om het u te vertellen. Terwijl deze nog sprak, kwam er nog weer een ander. En zei, uw zonen en uw dochters waren aan het eten en wijn drinken in het huis van hun broer, de eerstgeborene. En zie, een hevige stormwind kwam van over de woestijn en trof de 4 hoeken van het huis. En het viel boven op de jonge mensen, zodat ze stierven. En ik ben maar als enige ontkomen om het u te vertellen. Toen stond Job op, scheurde zijn bovenkleed, schoor zijn hoofd, viel op de aarde en boog zich neer. Hij zei, naakt ben ik uit de buik van mijn moeder gekomen en naakt zal ik daarin terugkeren. De Heere heeft gegeven en de Heere heeft genomen. De naam van de Heere zij geloofd. In dit alles zonderde Job niet en schreef hij God niets ongerijmds toe. Dat is de eerste lezing uit het Gods woord. Dan gaan we naar Jacobus 5, vers 7 tot en met 11. Wees daarom geduldig, broeders, tot de komst van de Heere. Zie, de landbouwer verwacht de kostbare vrucht van het land en heeft daarbij geduld totdat het de vroege en late regen zal hebben ontvangen. U moet ook geduldig zijn en uw hart versterken, want de komst van de Heere is nabij. Zucht niet tegen elkaar, broeders, opdat u niet veroordeeld wordt. Zie, de rechter staat voor de deur. Mijn broeders, neem tot een voorbeeld van het lijden en van het geduld de profeten die in de naam van de Heere gesproken hebben. Zie, wij prijzen hen gelukzalig die volharden. U hebt gehoord van de volharding van Job. En u hebt de uitkomst van de Heere gezien, dat de Heere vol ontferming is en barmhartig. Tot zover lezen wij het woord van God. De tekst, gemeente, voor de verkondiging komt uit Job 1, vers 9. Vers 1, hoofdstuk 1, vers 9. Toen antwoordde de Satan de Heer en zei, is het zonder reden dat Job God vreest? Voordat we daarna gaan luisteren, gaan we ons eerst daarop voorbereiden. We willen dat doen met een aantal versen te zingen uit Psalm 38. Psalm 38, vers 17. Want o Heer, ik ben aan het hinken en tot zinken ieder ogenblik gereed. Nou, dat heeft Job ook wel ervaren. Dan vers 21. Zie mij, Heer, wie elk moet duchten, toch tot u vluchten. O mijn God, verlaat mij niet. En vers 22. Heer, ik voel mijn krachten wijken en bezwijken. Haast u tot mijn hulp en red. Psalm 38, vers 17, 21 en 22.
Gemeente, ik ze noemde als kerntekst voor vanavond. Vers 9 uit Job 1. Toen antwoordde de Satan de Heere. Hij zei, is het zonder reden dat Job God vreest? Vier vragen, ook voor de jongens en meisjes. De eerste vraag is, wat is een rollercoaster? Ja, een beetje een moeilijk woord, maar probeer het even te onthouden. Ik zal het zo uitleggen. Wat is een rollercoaster? Tweede vraag is, wat wil Satan stuk maken? Wat wil Satan nou eigenlijk stuk maken? De derde vraag is natuurlijk, wat is Jobs houvast? Waar wordt hij nou door vastgehouden? En het vierde is natuurlijk, welke spiegel wordt ons hier in voorgehouden? Voor u, jou en mij. Dus wat is een rollercoaster? Wat wil Satan nou eigenlijk stuk maken? Wat is Jobs houvast, waardoor hij vastgehouden wordt? En welke spiegel wordt ons voorgehouden? We beginnen met die eerste. Wat is een rollercoaster? Nou, wat Job hier meemaakt, op die ene dag, dat noemen wij wel een rollercoaster. En wat betekent dat? Nou, kijk maar even mee. Hoofdstuk 1. Wat vind je van Job? Een geslaagd man, hè? Nou, dat zou ik wel denken. Privé en zakelijk. Privé, hij heeft 10 kinderen, 7 jongens en 3 meiden. Nou, je kon in die tijd, kon je als vrouw je man geen grotere dienst bewijzen dan dat je hem een zoon schonk. Ja, dat was toen nog zo. Een jongen stond hoger genoteerd dan een meisje. Dat is gelukkig nu anders, toch? Als er hier zijn die een kindje verwachten, dan zeg je niet van nou, het moet per se een jongen zijn of het moet per se een meisje zijn. Als maar gezond is, toch? Als maar gezond is. En een jongen of een meisje, het is allebei goed. Maar goed, toen telde je vooral mee als je een zoon had of meerdere. Dus privé, Job had alles wat zijn hart begeerde. Zakelijk, wat zijn zaak, wat het bedrijf betreft, 7000 schapen, 3000 kamelen, 5 juk runderen, dat was dieren om mee te ploegen, hè? Vroeger paarden, nou gebruiken we trekkers, 500 ezelinnen, heb je het opgeteld? 11.000 stuks vee. 11.000 stuks vee. Daarbij had Job een hele ploeg personeel natuurlijk. Hè? Slaven worden ze hier genoemd. Maar dat personeel dat woonde toen de tijd meestal bij je op het bedrijf. Zeg maar een beetje met kost en inwoning. Een soort tweede familie werd dat. Als je goed met je slaven omging. Nou, u voelt het wel aan natuurlijk, hè? Een mega groot bedrijf. Mega groot. Het is ook het grootste bedrijf van allemaal, hè? Want Job was een aanzienlijk man, staat er ook. En aanzienlijk, dat betekent van, nou, zo'n man als Job, met zo'n bedrijf, dat dwong respect af. Welvaart. Een geslaagd man. Privé, zakelijk. En dan lees je vers 13, die ene dag, hè? Die ene dag. Ja, die had er eigenlijk niet tussen moeten zitten. Maar hij zat het wel tussen. Dat Jobs leven helemaal op zijn kop gezet werd. Het was een dag, een verjaardag van een van zijn kinderen. Die waren bij elkaar, hè? De oudste broer, de oudste was jarig. Dus het was gewoon een dag, net als andere dagen. Dat die dag begon. Net als andere dagen. Je staat op. Je gaat naar je werk. In het geval van Job, je groet je personeel. Je deelt de dingen uit. Jongens, wat gaan we vandaag doen? Wat is er vandaag aan de orde?
Gewone dag. Net als alle anderen. Geen vuiltje aan de lucht. En dan op die dag, dan komen er 4 boodschappers bij Job langs. 4. En de ene is nog bezig om zijn verhaal te doen, hè, zoals we gelezen hebben. Of de ander staat er alweer voor de deur. Nou, de eerste. Jobs knechten. Allemaal gedood door een roofoverval. En door onweer. Alle knechten kwijt. Zijn runderen, de ezelinnen, de kamelen. Opgeteld 4000 stuks. Gestolen. Dus weggehaald, die ben je kwijt. 7000 schapen. Door onweer gedood. Zie je het voor je? Een land vol met 7000 schapen gedood door het onweer. En dan het allerergste natuurlijk. Zijn kinderen, alle 10, omgekomen door een orkaan. Waardoor het huis waarin ze zaten compleet verwoest werd. Er kwam er niet 1 levend onder het puin vandaan. Wat moet dat ongelooflijk hard binnengekomen zijn bij zo'n man als Job. Job, zijn bedrijf, hè? Ja, dat was toch zijn doel waarvoor je 's morgens uit je bed komt, toch? Om weer op je bedrijf te gaan mogen werken. Een boer in hart en nieren tot en met. Compleet geruïneerd, dat hele bedrijf. Job, vader. En dan worden je kinderen van je afgescheurd. We gaan nog tegen je natuur ook in, hè? Wat zeggen wij? De ouders gaan voor de kinderen. De kinderen brengen de ouders naar het graf en niet omgekeerd. Dus dat gaat nog tegen zijn natuur in ook. Hoe diep moet dat niet aankomen en gevoeld worden bij een man als Job? Dat als hij die berichten hoort, dan kan ik me zo voorstellen van nee, dat kan niet en dat mag niet. En dat wil ik helemaal niet. Nou, dat is nou een rollercoaster. Een rollercoaster. Zo'n mooie zonnige dag. Net zo begint als andere dagen. En hij eindigt in een gitzwarte dag. Gitzwart. Alles wat er mis kan gaan, gaat mis. Nou, u herkent dat wel, zo'n gitzwarte dag soms in je leven. Dat je dat meegemaakt hebt. En wat denkt u van 6 mei hier, vorige week? In Alblasserdam. Ook zo'n gitzwarte dag. Toch? Die zorgboerderij, dat ongeluk. Dat is een rollercoaster. Dat zo diep binnenkomt. Dat je denkt, dit, hier kom ik nooit meer overheen. Dat is het eerste. Nou begrijp je misschien een beetje, jongens en meisjes, wat het betekent. Dan vraag ik ook. Wat wil Satan nou kapot maken? Want hoe komt het nou dat een man als Job dit overkomt, hè? Hoe komt dat nou? Dat een man als Job dit overkomt. Nou ja, in het geval van Job had het met zijn geloof te maken. U zegt met zijn geloof? Ja, echt. Job was vader. Boer in hart en nieren, heb ik al gezegd. Maar ook een diepgelovige man. Hij leefde met zijn God. En dat stak hij niet onder stoelen of banken. Dat deed hij niet op zijn eentje af. Hij sprak erover, hè, met zijn kinderen. Hebben we ook gelezen.
Hij leefde het geloof met de Heer ook voor. Hij bad ook met ze. Ook op een verjaardag bijvoorbeeld. Hij stond ook voor anderen klaar. Dat kun je bijvoorbeeld lezen in Job 4. Hij heeft mensen geholpen als ze in nood zaten. Altijd was er een adres. Zit je in nood, Job? Job was het adres. Contactpunt voor buurtzorg. Als je wat had, dan kon je bij Job terecht. Waar verdient een man als Job het aan dat hem dit overkomt? Waar verdient hij dat aan? Dat hij in zo'n rollercoaster terechtkomt. En dan zeg je, had God dat nou niet tegen kunnen houden? God zegt u. Ja, maar God was hierbij betrokken. Oh ja, ja, zeg je. We hebben het gelezen. Het gaat om een geding tussen God en de Satan. En de inzet is Job. Maar heeft Job dat dan verdiend? Dat God en Satan een geding uitvechten over het hoofd van Job. Hoe zit dat? Hoe kan dat? Wat wil Satan hier stuk maken? Nou, moet je maar kijken, waar gaat dat geding over? God zegt over Job, hij is vroom, oprecht, hij is godvrezend, hij houdt van de Heere, hij heeft mij lief, zegt de Heere, en hij strijdt tegen het kwaad. Wat een getuigenis over Job, hè? Ja, en dat God dit zegt over Job. Wij kunnen het wel eens over iemand zeggen, en dat is prima, maar we kunnen ons nog vergissen. Maar God vergist zich niet. Want God ziet altijd je hart aan. En dit is het getuigenis van God over Job. En tegen wie zegt God dit? Hij zegt het in vers 8 tegen de Satan. De Satan is toch de tegenstander van God? Toch? Dat is toch degene die alles wat van God is stuk maakt en daarmee door blijft gaan. En ik dacht, is dat niet eigenlijk heel gevaarlijk dat God dit tegen Satan zegt over Job? Speelt God Job als het ware niet in handen van de Satan? Maar kijk maar, Satan pakt het gelijk op, hè? Hij pakt het gelijk op. Job vroom, godvrezend, houdt hij van u? Wijkt hij van het kwaad? Strijdt hij tegen het kwaad? Ja, dat is geen kunst, zeg. Dat is helemaal geen kunst dat Job in u gelooft. Want u geeft hem alles wat zijn hartje begeert. Privé, zakelijk. Dat geloof van Job, Heere God, zegt Satan, dat is een mooi weergeloof. Dat is een welvaartsgeloof. Hij gelooft in u omdat u hem alles geeft. Prachtig gezin, geweldig bedrijf, personeel. En het blijft maar goed gaan, hè? Staat er. Het blijft maar goed staan in vers 10. U hebt hem gezegend en zijn vee breidt zich steeds verder uit. Ja, maar dan zou het ook wel oerdom zijn van Job. Om u niet lief te hebben. Om niet in u te geloven. Want wie zou dat niet doen? Als je zoveel krijgt en als het zo gezegend wordt. En als het allemaal in je emmertje komt. Heere God, zegt Satan, die Job, dat is een handiger. Die houdt u mooi aan het lijntje. Want hij is heel goed af met u. Met alles wat u hem geeft.
Is dat zo? Wat Satan hier zegt. Nou ja, even een voorbeeld, jongens en meisjes. Als je oma op visite komt, op bezoek komt. Nou, dan is het altijd vaak van, nou, fijn dat oma er is. Want ze brengt altijd wel wat voor je mee, hè. Wat snoepjes. En je weet dat, je vindt je oma lief natuurlijk. Want elke keer als ze komt, ja, dan krijg je snoepjes van haar. Maar als je oma nou een keertje komt, en dan zegt ze, joh, ik ben de snoepjes vergeten. Ik heb niks meegebracht. Hou je dan nog zoveel van je oma? Ja, natuurlijk zeg je. Dat hangt niet af van die snoepjes. Dan hou ik nog van mijn oma. Kijk, zegt Satan, dat is bij Job niet zo. Heere God, als u alles afgeeft, afneemt wat u aan Job gegeven hebt. Als u hem niks meer geeft, maar alles afpakt, nou, dan wordt het een heel ander verhaal. Weet je wat Job dan zegt tegen u? Heere God, als u mij niet meer geven wil wat ik hebben wil, dan hou ik niet meer van u. En dan ben ik er helemaal klaar mee. Dan hoeft het van mij niet meer. Jongen, heb je in de gaten wat Satan hier stuk wil maken? Of je mag ook zeggen, wat Satan verdacht maakt. Hij maakt het geloof van Job in de Heere verdacht. Hij maakt het geloof verdacht. Wat Job in de Heere heeft. En hij zegt, hè, wat ik al zei, dat geloof van Job, dat is een mooi weergeloof. Dat is een welvaartsgeloof, meer niet. Het is geen echt geloof in u. Wat zit hier achter bij Satan? Wat maakt hij nou ten diepste stuk? Want dat geloof in Job, dat geloof, hè, dat Job de Heere lief heeft. En dat hij aan de Heere God verbonden is. Dat hij van God houdt. Van wie heeft hij dat geloof? Nou, dat heeft hij niet van zichzelf hoor. Dat is niet in zichzelf ontwikkeld. Dat heeft God hem gegeven. Toch? Want een echt geloof, dat krijg je altijd van de Heere. Het echt geloof is altijd een gift die God je geeft. Hé, er zit er nog iets diepers in. Dan maakt Satan in principe het werk van God verdacht. En hij zegt als het ware, ik geloof er helemaal niks van, Heere God. Dat uw werk, dat geloof in Job, zo sterk is, dat ik dat niet kapot kan maken. Want dat kan ik wel, zegt Satan. Weet je wat dat is? Wat die Heer Jezus tegen Petrus zei. Petrus, Simon, je wordt gezift als de tarwe. Satan zal je ziften, je gaat op de zeef. En er wordt aan je geschud. En als je dat met zo'n zeef deed, op strand, dat weet ik nog wel, op strand. En dan, hoe heet dat, zand erin, hè. En dan ging het zand er doorheen. En de steentjes bleven liggen. Zo word je gezeefd. En zo worden de kinderen van God, de gelovigen in de Heer Jezus, ook nu gezeefd. Door Satan. Satan die zeeft, want hij wil het werk van God stuk maken. En laten zien dat het geloof wat God geeft niet houdbaar is. Dan moet je kijken hoe Satan dat probeert. En hoe Satan dat kapot wil maken. En hoe Satan Job zift. Om te laten zien dat het geloof wat God in je werkt helemaal niet zo sterk is als het wel lijkt.
Er staat hè, dat God toestaat dat Satan Job op de proef mag stellen. Daar moet je goed even op letten, dat woordje toestaat. Dus niet toelaat. Toelaten wordt ook wel eens gebruikt. Maar dan heb je een beetje het idee dat God het toelaat. Hij geeft geen toestemming, maar hij laat het wel gebeuren. Hij knijpt zijn ogen dicht en hij doet net of dat hij het niet ziet. Hij wacht een beetje met zijn armen over elkaar af wat er gaat gebeuren. Toelaat. Nee, hier niet. God staat het toe. Hij geeft toestemming en tegelijk zie je dat God zelf de touwtjes in handen heeft. Kijk maar. Alles wat hij heeft is in uw hand, zegt God tegen Satan. Maar ik geef wel de grens aan. Je komt niet aan zijn leven. En je komt niet aan Job zelf. Nou, en dan blijkt Satan echt een Satan te zijn, hè? Want hij wacht geen maand en ook geen jaar. Hij gaat direct aan het werk. En hij zoekt gelijk de grens op. En op één middag, op één dag, neemt hij van Job alles af. Zijn gezin, zijn personeel, zijn vee, zijn bedrijf. Op één dag. Zo is Satan. Hij moet het werk van God stuk maken. En dan kijkt hij nergens naar, dan geeft hij niks om mensen of iets dergelijks. Dan is hij keihard en meedogenloos en dan neemt hij alle middelen te baat om ze gelijk te halen. En te laten zien, zie je wel, Heere God, dat ik gelijk heb, dat Job afgehaakt is. Zie je wel dat uw werk, dat geloof in Job, helemaal niet zo sterk is als het wel lijkt. Satan. De tegenstander van God. Want zijn drijfveer, de drijfveer van Satan, dat zie je maar. Dat is een vreselijke haat tegen God en tegen alles wat van God is. En wat God maakt en geeft en tegen zijn kinderen is. En zo is hij nog steeds bezig, Satan. Zo is hij nog steeds bezig als je met de Heere leeft. Toch? Als het geloof en de liefde van de Heer, tot de Heer mag hebben, dan wil hij dat stuk maken, kapot maken. Hebben jullie die ervaring ook? Dus wat wil Satan nou stuk maken? Hij wil ten diepste stuk maken het geloof van Job, wat God hem gegeven heeft. Dan zijn we bij het derde. Wat is Job zijn houvast? Nou ja, krijgt Satan gelijk? Kijk eens eventjes, als Job alles kwijt is en als hij op de puinhoop van zijn leven zit, van zijn privéleven en van zijn bedrijfsleven. Dan zegt hij, de Heere heeft gegeven, de Heere heeft genomen, de naam van de Heere zij geloofd. Ook weer apart, hè? Je zou verwachten dat Job zou zeggen, de Heere heeft gegeven, Satan heeft genomen, de naam van de Heere zij geloofd. Nee, dat zegt hij niet. Hij gebruikt het woord Satan niet. Ik zeg, ja, maar dat begrijp ik ook wel. Want Job wist niet van dat geding tussen God en Satan. En dat dat met het geloof te maken had. Ja, dat klopt, dat wist Job ook niet. Maar wat dan? Nou ja, hij noemt drie keer Heere. En waarom zegt hij dat zo? Hij noemt drie keer Heere. De Heere heeft gegeven, de Heere heeft genomen. De naam van de Heere zij geloofd. En Job komt tot de ontdekking, hij beleidt dat ook. Hij zegt, naakt ben ik op de wereld gekomen. Ik had niks bij me toen ik geboren werd. Geen kleertjes, geen portemonnee of iets dergelijks. Nee, helemaal niks. Ik kwam met niks en ik ga ook met niks eraf. Ik neem niks mee. Weet je wat Job hier beleidt? Hij zegt, Heere God, ik heb nergens recht op. Wat ik heb, dat heb ik van u gekregen. Wat ik kwijtraak, dat neemt u terug.
De naam van de Heere, zij gelooft. Zo beleeft hij dat. Zo beleeft Job dat. En zo zegt hij dat ook hier, wat hij meemaakt. Alles wat ik heb, is een gift van God. Een gift die God mij gegeven heeft. Ik moet hem goed gebruiken. Privéleven, zakelijk leven. Moet die gift goed gebruiken. Nou en of, die God ons geeft. Maar God heeft het recht om die gift ook weer terug te nemen. Hé, wat is dat? Wat zei Satan ook alweer? Neem u op alles af, Heere God. En hij zal u midden in uw gezicht vertellen dat hij niks meer van u wilt hebben. Dat hij radicaal met u zal breken. En dat hij nooit meer iets met u te maken wil hebben. Gebeurt dat? Nee. Job die beleidt, als de Heere geeft en neemt, dan zal ik hem toch loven. Dat woordje loven, dat betekent goed van de Heere blijven spreken. Ik zal toch van de Heere blijven houden. Dat betekent dat goed spreken van de Heere. Ik zal de Heere niet vaarwel zeggen. Ik zal me des te meer aan hem vastklampen. En Job is niet de enige hoor die dit zegt en beleidt. Ik heb ze gekend en ik ken ze. Kinderen van de Heere die ook van die rollercoasters meegemaakt hebben. En die toch in al hun nood en strijd en aanvechting en in hun wanhoop soms toch van de Heere bleven houden. En toch goed van God bleven spreken. Kan dat? Ja, dat kan. Door de genade van God in je leven. In inktzwarte nachten. Daar kun je diep verwonderd over zijn. Als je dat mag horen. Ook in de gemeente. Of misschien ook wel in je eigen leven. Dat je zegt, ja, dat heb ik ook geleerd. En ik me vragen, me waaroms, met twijfels. Maar ik blijf wel van de Heere houden. Net als Job. Maar ja, blijft toch een vraag. Waarom staat God dat toe aan Satan om dit te doen bij Job? Nou, daarom heb ik ook Jacobus 5 gelezen. Wat staat er? Job wordt als voorbeeld gebruikt. Waarom? Nou, dan gaat het over de gelovigen die onderweg zijn naar de toekomst van de Heer Jezus Christus. Hè? Want we zijn onderweg naar de toekomst van de Heer Jezus. De Heer Jezus komt eraan. Maar onderweg gaat het niet allemaal vanzelf. We moeten door de wereld heen. En met onze zegeningen. En met wat we ontvangen van God. Maar ook met onze beproevingen. En met onze verzoekingen. En met de verleidingen die er zijn om af te haken. En om het geloof in God vaarwel te zeggen. En dat kun je ook als je bij de Heere mag leven, dan kan dat wel eens op je afkomen. Dingen die je meemaakt. En dat je, hoe zit dat nou en hoe moet dat nou? En dan wil Jacobus ons bemoedigen. Dan zegt hij, hou vol. Volhouden hoor, want de toekomst van de Heer Jezus, die komt eraan. Het komt goed, het komt goed. En dan noemt hij Job. En dan zegt hij, kijk eens naar de volharding van Job en de uitkomst die God hem gaf. Zie je dat? Wat God bereikt met al die verzoekingen en beproevingen en met die rollercoasters. Zijn doel, toch van de Heere blijven houden. Toch in God blijven geloven. Zie mij Heer, wie elk moet duchten, u met uw onbegrijpelijke wegen. Waar ik geen antwoord heb. Waarom overkomt me dit? En waarom maak ik dit mee? Toch tot u vluchten. Dat is het wonder van het geloof. Dat aan één kant, dat toch Heere God als het ware voor je gevoel je van hem afduwt. En dat je tegelijk aan God blijft vasthouden. Omdat God je naar hem toetrekt. Dat is het. Hier ook bij Job. En dat is het ook in het leven van het geloof.
En dat belooft de Heer ook. Zelfs toen we gedoopt waren, zei: kijk maar naar het doopformulier. Dat God het kwade bij je vandaan houdt, buiten de deur houdt. Of als dat kwaad binnenkomt, dat hij het voor je best wil gebruiken. Zo is God. Ja, en Job die zegt het niet zo eventjes in zijn stoel hoor. Maar hij heeft het er ontzettend moeilijk mee. Ongelooflijk moeilijk. Daar zijn ook geen woorden voor. De man is er helemaal gebroken onder. Kijk maar naar zijn emoties. Hij scheurde zijn kleed. En als je kleed scheurt, dat betekent: zo zijn mijn, zoals mijn kleed gescheurd is, zo zijn mijn kinderen van me afgescheurd. En zijn knechten en zijn vee en zijn bedrijf. Hij schoor zijn hoofd als een teken: ik heb niks meer. En hij viel plat op de grond. Ik begrijp er niks van. Mijn kinderen, mijn personeel, mijn vee. Maar ik blijf van de Heere houden. En ik zal goed van hem spreken. Dat houdt Job vast. En dan het laatste. De spiegel die ons hier voorgehouden wordt. Toch, hou u ook zo van God. En jij en u en ik. Waarom bid je en dank je? Lees je uit de Bijbel? Ga je naar de kerk, catechisatie, kringwerk? Waarom ben ik ambtsdrager of dominee of clubleiding? Wat zit erachter bij u? Een God die geeft? Een God die alles zorgt dat het in je emmertje komt? Heeft Satan soms gelijk? Als hij de Heere God op jou wijst of op mij. Heere God, die dienen u om het voordeel. U geeft ze alles wat ze willen. Is dat jouw godsbeeld? Een God die alleen maar geeft? Kun je hier in West-Europa ook niet spreken van een geding tussen God en Satan? En dat Satan hier naar West-Europa kijkt en ze zegt: ja, Heere God. Daar in Nederland, daar zijn mensen nog die in u geloven, en in Duitsland. Maar dat doen ze nog voor de welvaart. Ze hebben het heel goed allemaal nog. Heere God, pak ze dat eens af, die welvaart. Gebeurt dat nu soms? Door die coronacrisis? En door de oorlog die we nu weer meemaken? Hoe bestaat het, zegt dat, in ons West-Europa? Een oorlog? Nooit meer op gerekend. De inflatie, waardoor alles veel duurder allemaal wordt. Is dat een geding tussen God en Satan over West-Europa, over ons? En ook over de kerk, de welvaart in de kerk, het kerkelijk leven. Want we hebben onze kerkdiensten en onze gemeente en we hebben alles en het gaat allemaal vanzelfsprekend. Had God soms een geding met de kerk, een geding tussen met Satan en tussen God over de kerk van Heere God? Kijk eens naar uw kerk, geen wonder, gaat er allemaal nog goed? Wat doet dat met ons? En ja, we hebben ons de vragen gesteld: hoe ziet de gemeente, hoe zal de gemeente eruit zien, hè? Na de coronacrisis, als we weer allemaal naar de kerk mogen komen, zijn we allemaal weer terug? Zijn we erbij gebleven? Ben je van de Heere blijven houden? Ook in je persoonlijk leven? Als je ook verschrikkelijke dingen misschien meegemaakt hebt, ook met corona zo, of in de familie. Waarom ben je er nog bij? Is je geloof een welvaartsgeloof? Beetje plicht, formeel? Met of zonder emoties? Hou je echt van God? Hou je echt van de Heere? Dat is een wonder, hè?
Er is iets heel dieps in je hart. Echt van de Heere blijven houden. Johannes, die zegt dat zo mooi. Wij hebben God lief, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Het begint, het komt van God hoor. Dat was bij Job zo en dat is bij ons ook zo. Hoe had de Heere mij dan eerst lief? Nou, dan kan ik maar één ding zeggen. De Heere Jezus Christus. God heeft hem gezonden tot een verzoening voor onze zonden, toch? En als je het over een rollercoaster hebt. De grootste, de diepste heeft de Heere Jezus meegemaakt. Op het kruis van Golgotha. Want bij Job mocht Satan niet aan zijn leven komen. Maar bij de Heere Jezus wel. Hij werd van God verlaten. Dat had ik verdiend. Maar hij heeft dat voor mij overgehad. Kijk, en dan kom je tot de ontdekking in je leven. Hij heeft mij eerst lief gehad. En daarom heb ik hem ook lief. Is dat zo bij u, bij jou, bij mij? Heb je ook een gescheurd hart? Dat je voelt, ik ben van God afgescheurd. En dat je die pijn voelt en het berouw. Dat je zegt, God, dat had nooit mogen gebeuren, maar kan het weer anders worden? De Heere Jezus. Het geloof in de Heere Jezus, je heiland en je zaligmaker. Geloof in hem, bekeer je tot hem. Dat gebeurt. Waar God zelf zo deze dingen in je hart werkt. Daar bid daarom, daar ben je op gedoopt. En daar mag je het altijd van verwachten. En je mag de Heere ook vertrouwen op zijn woord en op zijn belofte. Daar begint het mee. God heeft mij eerst lief gehad, maar dan komt het er ook uit hoor. Ik heb u lief, Heere. Ik hou veel van u. Zoveel dat je in je leven leert, wat er ook allemaal op de proef gesteld wordt. En dat wordt het. Ongelooflijk soms. Maar Job zegt, ik hou van u. Dat is dat mysterie, dat geheim er is. Wat de catechismus ook zo mooi zegt. Wat mij ook overkomt, ik ben met alles in Gods vaderhand. En ik zal goed spreken van God. Kijk. Dat werk van God, dat geloof, die liefde voor God en van God is zo sterk, dat kan niemand stuk krijgen. Ook Satan niet. Gelukkig niet. Hoe is het mogelijk, hè? Heere, ik dank u. Ik dank u dat ik van u mag houden. En dat ik u niet wil loslaten. En daarom de andere kant, hè? Want weet je, dat is een toekomst vol van hoop. Hè? Als je zo aan de Heere mag vasthouden. Maar er is ook een andere toekomst, een toekomst vol van wanhoop. Als je deze liefde van de Heere, dit geloof, afwijst. En je hebt je vragen, je twijfels, je waaroms en noem al die dingen maar op. Blijf er niet zelf mee zitten. Jezus Christus nodig je om naar hem toe te komen. Als je vermoeid en belast bent en met al de dingen in je leven geen raad weet, dan zegt hij, kom er nou eens mee naar mij toe. Kom er mee naar mij toe. Want ik wil je helpen. Hij belooft het je. Zoek het bij hem. Nou, zoekt u het bij hem? Als je dat niet doet, dan kun je het allemaal best nog wat voor elkaar krijgen hier. En formeel en plichtmatig God dienen of niet dienen. Maar dan is die toekomst een toekomst vol van wanhoop. Want dat is die toekomst van Satan. Dat is een ramp. Dat is je eeuwige dood. Of zeg je, nee, maar ik dien de Heere.
Net als Job. Al kan ik lang niet in zijn schaduw staan, maar datzelfde geloof en diezelfde liefde, die mag ik ook hebben voor de Heere. Ik heb de Heere lief. En staat dat onder druk? En staat het, zie op Jezus, de volhouder van het geloof. Want Hij staat voor je in, hoor. Hij staat echt voor je in. Door Hem is er altijd, hoe dan ook, een uitweg. En je toekomst is zeker. Amen. Wij gaan zingen daarover uit Psalm 116, vers 1 en 5. God heb ik lief. En vers 5. U hebt, o Heer, in het dodelijkst tijdsgewricht mijn ziel gered. Mijn tranen willen drogen. Psalm 116, vers 1 en 5. Gemeente, u en jij krijgen nu gelegenheid om
de gaven te geven die u meegebracht hebt voor de dienst van de Heere. De eerste gave is voor de diaconie, de tweede voor het kerkbeheer. 1 bus bij de uitgang is voor het onderhoud van het interieur. De andere bus is voor de thuisfrontcommissies en in mei bestemd voor de missionaire en diaconale projecten van Novo Rebento in Mozambique. Alle collecten van harte aanbevolen staat hier. Nou ja, wat hebt u allemaal van de Heere gekregen? Nou mogen we iets teruggeven voor zijn dienst en voor om mensen te kunnen helpen. God zegen ons daarin. We mogen ze nu geven. Dan zullen we nu worden toegesproken door een van de leden van de delegatie uit Malawi, de heer Benson Mungiwa. Please come forward. You can take the microphone. Good evening. Goedenavond.
Praise God for the wonderful day that we have. We prijzen God voor het geweldige weer dat we hebben. My name is Benson Mongiwa and I'm coming from Malawi. Ik ben Benson Mongiwa uit Malawi. I've also got some friends who are with me. En ik heb ook wat vrienden meegebracht. I've got Father Martin. Martin, just raise your hand for me to see you. Father Martin. Then I've got Chimwemwe also. Then I've got Maggie with me again. Thank you very much. We are coming from Malawi and we came here because of the family of Mr. Wiba van Horsen. Ja, we zijn dus uit Malawi gekomen vanwege de band die we hebben met Wiba van Horsen. We are working with the Technical Colleges in Malawi and it was pleased for us to be here in Netherlands. We komen van technische school of scholen in Malawi en het was goed voor ons om hier in Nederland te komen. We praise God because Mr. Wiba van Horsen came to Malawi with the ministry from this Spoba Church. We danken God dat Wiebe in het verleden bij ons gekomen is in Malawi om met ons te werken. And he is continuing to spread the gospel through the youth in the technical colleges that we are heading. En om ook het, het evangelie door te gaan met het verbreiden van het evangelie in de technische scholen die we hebben. So through the faith in Christ that he was given from this Spoba Church, we praise God for that. En we danken God voor het geloof en de steun vanuit deze kerk die hij gekregen heeft. Greetings from Malawi. God bless you. Groeten uit Malawi en mogen God u zegenen. Thank you very much. And then we will greet you from our part. It's a privilege to have you in our midst. Thank you very much. Because for us it's good to see people from other places, because it's an important reminder to us that we are one in Christ, yes. Not just with the church in this place, yeah. In our country, yes. But that we are part of the same church and that we serve the same God. Thank you. All over the world. Thanks. Thank you. Laten wij God danken en ook voor elkaar bidden. Heere onze God, trouwe en barmhartige Vader in de Heere Jezus Christus. We danken u voor de boodschap van u vanmorgen, vanavond weer. En dat u ons hebt willen toerusten, Heere, met het woord van uw genade. Dingen aangereikt hebt, dat er geen dag zo gitzwart kan zijn. Of dat er bij u een draagkracht te ontvangen is, die wij ons niet kunnen voorstellen. Maar die u wel geeft, dat zien we ook aan Job. Wonderlijk, Heere, dat u hem vasthield, maar ook dat hij van u bleef houden. Geef het aan iedereen die met die gitzwarte dagen te maken heeft. Kort geleden, langer geleden. Want het is het enige waardoor we verder kunnen. Maar ook dat we met u verder mogen. Heere, geef daarin alles wat nodig is. En geef ook in alle dingen dat we het mogen zien, ervaren en beleven. Dat u die God bent, op wie je altijd bouwen kunt. Die onbegrijpelijke wegen gaat. En wat toch het adres is waar je zijn moet. Heere, zegen uw gemeente, Heer. Broeder van Maurik, die hier het werk mag doen met anderen. In het pastoraat, in de kerkenraad, de broeders en zusters in de gemeente. Met elkaar taken roeping te vervullen. Allereerst om samen te komen met elkaar, maar ook dingen met elkaar te mogen delen. En wat we vanavond, vanmorgen gehoord hebben, om dat ook weer mee te nemen. En we kunnen het nodig hebben, Heren. Elkaar ermee bemoedigen, erop wijzen. Voor elkaar erom bidden. Zegen uw gemeente, Heer, en wereldwijd, ook in Malawi. We bidden ook voor de broeders en zusters die hier zijn uit Malawi. Wilt u ook hen uw zegen geven? Heren, en dat onze gaven voor de diaconale projecten in Mozambique ook gezegend mogen worden. Zo mogen we dienstbaar zijn aan onze eigen gemeente, maar ook naar buiten toe en wereldwijd. En we weten, Heren, dat
De arbeid die wij in uw naam verrichten, dat dat nooit te vergeef zal zijn. En laten we dat met liefde en hartelijkheid mogen doen, maar ook trouw aan uw woord. Zegen uw kerk, ook in vervolging en verdrukking, om de naam van de Heer Jezus Christus, wilt u ze bemoedigen, standvastigheid geven. En juist daar zien we ook, Heere, wat Job ook meemaakte en wat Job ook mocht belijden. De naam goed blijven spreken van u. Wonderlijk. Maar dat kan ook in ons eigen leven. Met de dingen die we hebben meegemaakt. En dan toch goed van u blijven spreken. Heere, dat is alleen uit u. We danken u ervoor en we bidden u erom. Zegen deze wereld. Wilt u vrede geven waar oorlog is in de Oekraïne. Maar ook in Afghanistan en waar het allemaal nog meer speelt. Zelfs ook, Heere, in huwelijken of gezinnen. Waar het grote spanningen zijn. Heere, wilt u die vrede geven. En geef een verbondenheid aan u, Heere Jezus. Dat bidden we voor de leiders van Rusland. Dat ze tot andere gedachten komen. De weg van de vrede zoeken. Voor de leiders van de Oekraïne. Om voor de vrijheid in te mogen staan, Heere. Maar dat het allemaal in uw kracht zal gebeuren. En dat we in uw naam daarbij nodig hebben. En daar bidden wij om. Maar we bidden ook voor ons land en voor ons volk. Dat geding van u met Satan, Heere, wat ook in ons land speelt. Hoeveel zijn er al niet afgehaakt? Zullen wij erbij blijven? O God, houd ons vast. Maar dat het ook het getuigenis ook van de jongeren mag zijn en van de kinderen. Ik blijf van de Heere houden. Heere, zo mogen we dat voor elkaar bidden. Zegen ons in de week die weer begonnen is. En help ons waar wij u helemaal en in alles nodig hebben. En vooral ook als de moeilijke dingen ervaren worden. Hoor ons uit genade en om Jezus wil. Amen. Psalm 73, vers 13. Dat is de samenvatting van de preek. Wie heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten? Niets is er waar ik in kan rusten. Ik blijf van u houden, Heere. Bezwijk dan ooit in bittere smart of bange nood mijn vlees en hart van die rollercoasters. Zo zult u zijn voor mijn gemoed, mijn rots, mijn deel en mijn eeuwig goed. Psalm 73, vers 13.
Gemeente hier en thuis, ontvang de zegen van de Heere. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God, de Vader, de troostrijke gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allemaal. Amen.